Het zijn spannende tijden bij FC Groningen. Vandaag is de laatste dag van de zogeheten transferwindow, waarin voetballers van clubs mogen verwisselen. En nu duikt plotseling het nieuws op dat er voor FC Groningen aanvoerder Mike de Wierik warme belangstelling is uit Engeland. Dan mag die Rooney die balletjes bij jou gaan inleveren. Ja, dat kan wel aanwezig, ja. Nee, ja, weet je, dat is natuurlijk een legend. En ja, het zou wel een hele eer zijn om met hem te mogen spelen. Dus ja, daar kan ik wel naar uitkijken, ja. Ja, als je hier bent, het voelt als thuis. En, je geeft veel training altijd gedaan, ook de laatste jaren, ook bij het eerste altijd. En, ja, dat ga ik wel missen. Vrienden van mij spelen in het eerste. En, ik heb al mijn trainingsdiploma gehaald met de TC3. Die heb ik al gehaald. En, ik wil ook graag twee doen, maar daar heb ik geen tijd voor. En, ja, ben ik al denk een jaar of zes assistent trainen bij het eerste ook. En daarvoor heb ik eigenlijk al de jeugd ook gedaan samen met vrienden van mij. Maar ja, gewoon een hele binding. En ja, weet je, soms kan een balletje mee trappen tijdens de training. En dat mag officieel dan nog niet, maar dat is altijd leuk. En ja, weet je, hebt zondag mooi met de wedstrijden mee. En na het even wat drinken in de kantine. En ja, dan zit je altijd weer raar aan te kijken. Dan komt een kratje bier in de kleedkamer met één flesje Rivella. En dan het flesje Rivella, die is van mij. Dus ze denken wel aan mij. Dus nee, dat is... Dat is mooi en iets wat ik zeker ga missen ja, als ik in Engeland ben. Het voetbalseizoen zit erop voor FC Groningen. Dat betekent dat ze op 8 maart tegen PSV de laatste wedstrijd van het seizoen hebben gespeeld. Dat was tegelijkertijd ook de laatste wedstrijd van aanvoerder Mike de Wierik. Want vanaf juli staat hij onder contract bij Derby County in Engeland. Mike, je hebt dus anderhalve maand geleden heb je laatste wedstrijd voor de FC gespeeld. Wat een waardeloos afscheid, man. Ja, een beetje raar, hè? Je denkt toch van, dat duurt nog even, maar... Ja, het is al gebeurd eigenlijk. Ik weet nog dat ik zat in mijn eentje in Groningen op dat moment. Kijk, er werd verwacht van ons dat je vaak in Groningen was, maar als ik in mijn eentje in Groningen zit met dat coronavirus, dan weet ik na te gek. Dus ik ben lekker bij mijn ouders weer naar huis gaan wonen, zeg maar. Mike is een introvert. Is heel rustig buiten het veld. Ja, ik vind het een heel prettig persoon, maar goed. Ik vind sowieso al veel zeggend over hem. Hij is nog steeds bij ons. Dus hij is trouw aan de mensen die het goed voor hem doen. Loopt niet gelijk weg naar een andere makelaar als die eens wat voor hem hebben. En hij is een familieman. Hij is heel gek met zijn familie. Dat spreekt me ook wel aan. En hij is uiterst betrouwbaar. Hij is, als je daar afspraken mee maakt of... Er zijn er nog weinig van, denk ik. Om dan eerst naar Groningen te gaan, ik denk dat dat ook de goede opbouw is geweest van zijn carrière. Dat is 100 kilometer van huis. Nou, daar voor het eerst op jezelf wonen, huisje gekocht in Groningen. En zoals ik het nu zie, is hij bij Groningen heeft hij zich perfect ontwikkeld. En is hij ook klaar, ook in zijn hoofd klaar om naar Engeland toe te gaan. Hij is prachtig. Het is niet Overtoom die naar de kant gaat, maar Daryl Douglas. Wordt door Peter Bos gewisseld. En Mike de Wierik maakt zijn debuut hier in Eindhoven. Volgens mij waren we op Marbella. Dat er een jochie van 17 jaar in één keer in de bus zat. En die zocht een plekje. Heel erg verlegen. Iel mannetje. En die kwam uiteindelijk volgens mij naast mij in de bus zitten. Daar maakten wij voor het eerst kennis met elkaar. En het is gewoon heel mooi om te zien hoe jij je hebt ontwikkeld na die tijd. Hey, je bent na een aantal goede jaren bij Heracles ben je hier bij FC Groningen gekomen. Vaste waarde geworden, jezelf doorontwikkeld en uiteindelijk aanvoerder geworden. Je bent enorm gegroeid in alles. En niet alleen qua lichaam, want je bent niet meer dat dunne ielemannetje wat je destijds was. Maar ook qua persoonlijkheid. En ja, je hebt het hier hartstikke goed gedaan. En we wilden heel erg graag met je verder. Nou, dat is uiteindelijk niet gebeurd. Maar ja, je maakt een hele mooie stap naar het buitenland. Ik ben heel benieuwd hoe je dat vergaat als persoon, hè? Want daar hebben we het ook wel eens over gehad. Je bent nogal gehecht aan je eigen thuis, hè? Aan je familie, aan Hengevelde. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat jij een ontwikkeling hebt doorgemaakt, dat je dat uiteindelijk gaat lukken.
En je hebt net niet de 100 wedstrijden voor FC Groningen gehaald, maar toch in 3 jaar ben je heel belangrijk geweest. En heel veel succes in Engeland en dank voor je inzet voor de club. Ze hadden me al een tijdje gevolgd en er was al wat contact geweest. En, we speelden thuis tegen Ajax, we hebben volgens mij met z'n allen die wedstrijd gekeken en, in derby. En, ja, die weet je dan 2-1 en speel je gewoon een hele goede wedstrijd. En, dat was eigenlijk voor hun van nu moeten we het doen. En, toen wilden ze me graag in de winterstop al halen. Alleen Groningen liet me niet gaan, ook de situatie met Samir. Die natuurlijk naar China kon toen en uiteindelijk ook is gegaan. Ik ben de club wel dankbaar dat ze mij daarna 2-3 dagen van trainen gekregen om die transfer rond te maken voor in de zomer. En, achteraf misschien een gelukje bij een ongelukje. Maar ik ben nogmaals trots op dat zo'n grote club met zo'n rijke historie mij wil hebben. En, Championship is een van de zwaarste competities ter wereld. Cocu zit daar natuurlijk, waar ik zelf mee gewerkt heb nog en mee gespeeld. En Filip die belde mij op over hem. En daar was hij gelijk enthousiast over. En Filip kende hem heel goed. Ook in die wedstrijden van PSV tegen Groningen. Zo zie je maar weer hè, dat het zo belangrijk is dat je gewoon elke dag, elke week er bent. Nou, Filip zei, ik wil hem er graag bij hebben. Ik vond dat geweldig. Kijk, je weet naar welke staf hij toe gaat. Je weet dat hij naar Engeland gaat. En Mike was zelf ook direct enthousiast. Dat geeft ook aan dat hij als mens alweer verder was en zei van ja, ik ben er nu echt klaar voor. Het is een droom van hem. Dus er was ook interesse vanuit Duitsland, België. Van Spanje heb ik nog iets gehoord. Maar Engeland was zijn droom, dus dat moest doorgaan. Dat is wel mooi. Our history is full of legends and football played on high. Rach Carter, Peter Doherty, you should have seen them fly. Now we'll just love football, but will we lift the crown? The noise goes up, the Rams come out onto the hallowed ground. Steve Bloomer's watching, helping and fight, guiding the heroes in the black and the white. All teams who come here, there's no way. Qua voetballand, kijk, voor mij is Engeland het voetballand. Ik denk voor heel veel voetballiefhebbers. En, ik vind Duitsland ook fantastisch. Dat zijn voor mij wel de twee landen zeg maar, die dichtstbij kwamen. En, natuurlijk, de grote landen zijn ook Spanje en Italië. En, weet je, dat is ook allemaal fantastisch. Maar voor mij was Engeland wel het mooiste land, denk ik. Kijk, mensen zeggen dan vaak, Championship, het tweede niveau van Engeland. Maar kan je niet vergelijken. Er gaat zoveel geld in die clubs om. En, als je faciliteiten zag, bij Groningen hebben we het echt goed voor elkaar. Daar was het net weer een stapje verder, hè, met zwembaden, met 3 koks in dienst. Allemaal dat soort dingetjes. En, als je ziet hoe de trainingsvelden er ook bij lagen, dat waren biljartlakens. Alles was top. Hè. Je komt naar binnen, we hebben door een slagboom en er zit iemand de hele dag in zo'n hokje om te kijken wie er wel niet binnenkomt. En, het is net wat, net wat anders. En, dat is ook dat charme van het Engels voetbal, denk ik. Ja, we probeerden hem eigenlijk al in december hierheen te krijgen naar Derby, maar dat lukte toen niet. Dus we moesten nog even wachten. Ik volg Mike eigenlijk al een tijdje. Ik ken hem natuurlijk goed uit de Eredivisie. Ik denk dat het is een type speler, als ik hem zo mag omschrijven, waar je niet graag tegen speelt als tegenstander. Een beetje een vervelende tegenstander. Maar wel een fantastische speler om in je team te hebben. Buiten zijn voetbalkwaliteiten. Ja, denk ik dat het een leiderstype is. Die veel met andere spelers bezig is. En probeert de manier waarop je wilt spelen over te brengen op de rest van het team. Op mijn verjaardag zat ik daar, 8 juni. Dat was de eerste dag, want het was even een beetje chaos. Want toen kon ik nog vliegen zeg maar, zonder dat ik in quarantaine moest. Dat moest vanaf 8 juni moest dat. Dus ik ben 7 juni uiteindelijk gegaan. En, in het begin even moest ik die coronatest doen. En moest eerst 2 keer negatief zijn, anders mocht ik niet met de groep mee trainen. En, die jongens wisten natuurlijk wel dat ze mij gehaald hadden. En,
Dus ja, dat is het begin allemaal wel even spannend. En, alleen ja, ze vingen je wel goed op. In het begin dan sta je nog een beetje erbuiten. Maar ja, Filip gaf ook gelijk aan van, ja, weet je, willen je graag erbij hebben? Want in Nederland ligt alles top. Wij gaan gewoon door. Dat kun je vast wennen. En ja, uiteindelijk was dat achteraf gewoon prima. En ik was blij dat ik kon trainen. En ja, natuurlijk, ja, dan baal je dat je niet kan voetballen. De wedstrijden spelen. Want ja, die gasten konden dat wel. En, ja, ik had de thuiswedstrijd eigenlijk wel de mogelijkheid om, ja, om ze te zien. Dus ja, ik wist al wel, vast waar ik aan kon wennen, zeg maar. En ja, dat was allemaal goed geregeld. Voordat hij speelgerechtig was, ja, kwam hij al mee trainen. Dat wilde hij zelf ook graag. En om team te leren kennen, zijn medespelers, maar ook de staf en de manier van spelen. En dat geeft meteen al aan hoe hij als persoon in elkaar zit. Optimaal voorbereid. Willen zijn om klaar te zijn op het moment dat hij kon gaan spelen. Ja, zich verdiepen in de manier waarop je wil gaan voetballen en in contact komen met zijn medespelers. Wayne Rooney was toen nog speler. Hoe is het om met hem in de kleedkamer te zitten? Ja, in het begin raar. Ja, dan denk je toch van ja, toch Wayne Rooney, hoe zal die zijn? Maar hij was echt heel normaal. Gewoon een hele relaxte gast. En, probeerde ook je altijd te helpen. En vroeg aan mij ook wel eens van hoe wij in Nederland tegen Van Gaal aan keken. Want dat was zijn coach bij Man United. En ja, weet je, zulke dingetjes. En ja, was gewoon een hele nuchter iemand eigenlijk. En ja, die eigenlijk voor iedereen altijd klaar stond. En ja, ik kon zien dat hij nog steeds fantastisch kon voetballen. Mike Te Wierik staat open voor een terugkeer naar Nederland. Te Wierik maakte afgelopen zomer de overstap van Groningen naar Derby County. Maar kan in Engeland niet meer op speeltijd rekenen. Ik heb hier bij wijze van spreken 10 jaar hard voor gewerkt. Ik ben mijn 17e begonnen bij Heracles, met mijn eerste contract. Ja, moet ik dat dan zeg maar, na een half jaar opgeven? Na die 6 weken heb ik gewoon meegetraind. Hebben ze me rustig aan. Ja, in het begin deed ik bijvoorbeeld niet mee met 11 tegen 11. En had toch lang niet had gespeeld. En ja, uiteindelijk zag ik dat ik de conditioneel eigenlijk best goed opstond. En ik probeerde fit te houden in die corona-periode. Omdat dat best lastig is soms. Hè. Je kunt wel wat 10 keer gaan hardlopen, maar totaal anders dan voetballen. En ja, dus op een gegeven moment ging ik steeds meer meedoen. En ook in de 11 tegen 11. En ja, ik weet nog, de eerste 11 tegen 11 kreeg ik gelijk, stond ik rechtsback en dan kwam ik tegen Tom Lawrence, een van de beste spelers eigenlijk van Derby. En, ik maakte op een gegeven moment, ik maakte een tackle vol op de bal en die gast gooide je zo op de grond. En dan dacht ik, ja, ook goedemiddag. En, nee, maar weet je, dat waardeerde ze gelijk, dat je gelijk zoiets van, weet je, ook gewoon vol erin en later moest je er ook om lachen. En ja, dat probeer je toch ook een beetje uit. Dat je denkt van, hey, wat hebben we hier voor spelen? En, dus ja, dat was de eerste 6 weken een beetje meetrainen en ja, wennen, zeg maar. En daarna had ik even denk 1,5 week vakantie of 2,5 week ongeveer. Dan kom ik even terug naar Nederland weer. En nou, daarna is het echt begonnen. Alleen ja, die voorbereiding was maar, moet ik even denken, maximaal 3 weken denk ik. En, dus ik heb ook geen 1 keer 90 minuten gespeeld in de voorbereiding. 1 keer trouwens, tegen Sheffield United. Dat is dan wel gaaf als je ook daar dan tegen een Premier League club in de voorbereiding kunt spelen. En ja, die intensiteit lag nog hoger. Always turn away from 2 Derby players. To break with a sliding challenge and a drive from distance, well off target. Yeah, it's unfortunate. It's a decent tackle. I mean, the ball that Norwood played there from right to left, you didn't have to look. He knows exactly where his players are going to be. Ja, hij ging de voorbereiding best goed. En ja, daar stond ik ook gelijk in de basis tegen Reading, die eerste competitiewedstrijd. Alleen ja, die verloren we helaas. Ja, de start was in de eerste 3 wedstrijden niet positief. En ik denk ook, de manier waarop hij zou kunnen presteren was vrij moeilijk. Omdat door de voorbereiding en het missen van het wedstrijdritme eigenlijk nog niet in zijn beste vorm was. Je hebt natuurlijk als team een bepaald plaatje in gedachten. Nou, daar hoorde hij zeker bij.
bij de eerste elf. Daarom zijn we ook op die manier gestart. En ja, na een aantal wedstrijden hebben we wat wijzigingen doorgevoerd. Maar uiteindelijk heeft hij zich ook wel weer teruggeknokt en werd hij weer sterker. En klopt hij zeer nadrukkelijk op de deur. The news reaching us on Saturday evening that Philip Cocu, along with his assistants, had mutually left Derby County. Ja, nou kijk, in die week zie je het al een beetje aankomen eigenlijk. Hij was bij iemand geweest die positief getest was, dus dan moet hij even zeg maar, buiten de club blijven. Op dat moment, ik zag de hele week eigenlijk al, want ik speelde vlak voordat hij ontslagen, want die laatste wedstrijd speelde ik gewoon goed. Iedereen was heel tevreden. Ik had zelfs zoiets van, eindelijk een goede wedstrijd gespeeld tegen Bournemouth. En was zelf ook echt blij. En dat is lang geleden dat ik zeg maar, echt zenuwachtig was voor een wedstrijd. Ik dacht, ik moet het nu wel laten zien. Ik had, in het begin van het seizoen was ik zelf ook niet, heb zelf ook niet top gespeeld. Dus even wennen allemaal. Dat kan dan een keer. En dan kom je twee weken, zeg maar, 2,5 weken ik op de bank. Dan is dat makkelijk te accepteren, omdat dat het kloot is. Alleen, uiteindelijk... dan zie je dat dan ga je spelen en het ging goed. Dan zie je dat de trainer ontslagen werd. In die week zie je al wat dingen gebeuren dat ik denk van dus voor mij is dat ontzettend balen. Hij heeft het toch daar naartoe gehaald. Dat hij ontslagen was, daarna was het eigenlijk wel klaar. Ik heb daarna ook geen minuut gespeeld. Wel twee keer bij de selectie gezeten, maar je merkt toch aan alles dat het ermee te maken heeft. Ze kunnen zeggen van niet, maar het gebeurt toch. Ja, eigenlijk de verklaring is simpel. Er komt een nieuwe manager. De gedachten en de ideeën van Wayne Rooney over de type verdedigers die hij zoekt, zijn anders dan ik die had. Dat pakte nadelig uit voor Mike. Zag Rooney het dan helemaal niet in jou zitten? Of? Nee. Op dat moment, kijk. Ik heb hem dat ook gevraagd. Kijk, ik zeg, wat moet ik doen om... Want er werd elke week gezegd, je traint goed, je houding is goed, je helpt de jongens. Ik zeg, maar de jongens hebben mij niks misdaan. Ik zeg, dus waarom, weet je? Ik ben altijd hard blijven trainen en dat werd ook enorm gewaardeerd. toen ik wegging, kreeg ik ook veel berichten ook van de jongens. Van ja, weet je, topprof, altijd je ding gedaan, bla bla. Kijk, en natuurlijk doe je dat goed. Alleen je hebt er niks aan. Dus ik ben ook naar Rooney toegegaan en ik heb gezegd van, wat is nou? Hij zegt, Mike, we staan hartstikke slecht voor. Dus ik kies op dit moment voor jongens die in de championship gespeeld hebben. Die al gewend zijn aan dit voetbal, zeg maar. Daar kan je boos worden. Maar dat is zijn argument. Prima. Hij zegt, je bent goed bezig en je hoeft van mij ook absoluut niet weg. In het begin denk je echt van, tering zeg, weet je. Van, dat is ongelooflijk. Op een gegeven moment dan gaat die knop om. Dan weet dat je niks kan. Dan alleen hard trainen. Ik denk op een gegeven moment dan zit je echt wel van, wat doe ik hier? Ik train, maar ik ben ook voetbal die wil voetballen. De ene dag dacht ik ook van, laat al dat geld maar zitten, ik loop naar huis. De andere dag denk je ook van, ik heb hier bij wijze van spreken 10 jaar hard voor gewerkt. Ik ben mijn 17e begonnen bij Heracles, met mijn eerste contract. Moet ik dat dan zeg maar, na een half jaar opgeven? Dat gold natuurlijk voor meerdere. Maar zeker ook voor Mike, als je net naar Engeland vertrekt, dan hoop je en iedereen wil ook graag langskomen om wedstrijden te bezoeken, om hem te bezoeken. Dat was erg moeilijk in die tijd, dat kon niet. En dan probeer je te focussen op de training en de wedstrijden. Ik kan me voorstellen als het dan ook niet optimaal loopt en je speelt niet zoveel als je zou willen, dan maak je best wel een moeilijke periode mee. Misschien als hij terugkijkt, kan hij ook wel zeggen dat hem misschien wel weer gevormd heeft op een bepaalde manier. Dat het ook weer een ervaring is die hij meeneemt in zijn carrière. Niet alleen als speler, maar ook als mens en als persoonlijkheid. Maar ik kan me voorstellen dat het niet makkelijk is geweest. Mike de Wierik staat open voor een terugkeer naar Nederland. De Wierik maakte afgelopen zomer de overstap van Groningen naar Derby County. Maar kan in Engeland niet meer op speeltijd rekenen. Wat waren de opties in de winterstop? Ik kon naar Duitsland, St. Pauli had gezegd. Volgens mij toen kon ik naar buiten komen. In Nederland waren er ook denk ik wel 4 of 5 clubs in de Eredivisie die me graag wilden hebben. Dat doet je op dat moment heel goed. Sommige clubs wilden me huren. En die ook bijvoorbeeld voor een half jaar bijvoorbeeld en denk van
ga je een half jaar huren, kunnen wij jou helpen met spelen, jij kan ons helpen. En, maar dat was voor mij eigenlijk geen optie om maar denk maar een half jaar te laten verhuren. Dan zit je straks weer met hetzelfde. En, ja, ik had zoiets van, ja, weet je, als ik ga, dan wil ik het ook goed doen. En ja, dan wil ik ook voor een lange periode gaan. En ja, dat was uiteindelijk voor mij de beste oplossing. En ja, weet je, dan op een gegeven moment, volgens mij was het na de wedstrijd tegen Utrecht, als ik het goed heb, toen belde Mark Jan me weer zondags. En ja, toen is het eigenlijk balletje best wel snel gaan rollen. Ik ga gewoon zelf flexen. Dat is een warm pasje, hoor. Hé? Hè? Nou, moet ik aan even goedkeuren, dus hangt allemaal van mij af. Hè? Ik ben zo bang voor. Ik heb geen training voor niks. Ik dacht bij de Rome 1 Rooney in eerste seizoen gespeeld. Dan kan ik niet veel mensen. Nee. Ja, dat kunnen niet heel veel. Ze zijn alleen de hele grote. Nee, maar ja, dat is gaaf. Ik moet zeggen, ik heb ook vroeger aan de materiaal van Derby. Ik vroeg of ik mijn eigen shirts mee wil hebben. Ik zeg, kun je me ook even 2 shirts van Rooney meedoen? En ja, eentje had hij nog wel een mooie tekst opgezet. To Mike, pleasure to play with you. All the best. En met zijn handtekening. Dus ja, dat is netjes. En ik heb tegen hem gezegd, kun je die even een handtekening opzetten? En ik zeg, hoe werkt het zijn eentjes voor mezelf? Dus nee, weet je, dat maak je niet snel mee. En ja, dan ga je van Rooney naar Robin. En ja, twee allerbeste voetballers van de wereld. Ja, van de laatste jaren, denk ik. En ja, dat is wel gaaf. Ik denk als hij langer de tijd had gehad, dan was hij zeker succesvol geworden bij Derby County. Het is ook een speler die op meerdere plekken kan spelen. Hij kan centraal, hij kan als rechtsback uit de voeten, hij kan met 3 centrale verdedigers uit de voeten. Dus het is een multifunctionele speler met behoorlijk wat ervaring en leiderschapskwaliteiten. Dus ja, prima speler waar zijn Groningen weer heel erg blij mee is, denk ik. Nee, die hond hebben we gehad en ik heb voor 3,5 jaar getekend, dus daar komen er ook nog wel een heel aantal bij. Ja? Ga je niet nog een avontuur in het buitenland straks proberen? Zeg nooit nooit, nee, je weet het niet. Kijk, eerst moet iemand die corona weg zijn en anders wil ik sowieso niet weg. Maar je weet nooit in de toekomst. Kijk, het boek is voor mij niet dicht, zeg maar. Tuurlijk, wat ik zeg, je baal je van en ja, hoe het gelopen is, maar ja, je weet het nooit. En, ik ben niet inderdaad iemand die dan een jaar hier gaat, naartoe gaat, dan een jaar daar naartoe. Dat is niks voor mij. Alleen, weet je, soms moet je ook, krijg je ook kans in carrière die je moet pakken. En, je weet het niet, maar ik heb ook niet voor niks voor 3,5 jaar getekend. Dus we gaan zien wat de toekomst brengt.